De Hengeloze raadsleden Herbert Capelle en Leo Jansen hebben een eigen partij van de grond getild. Voor de oprichting van deze vereniging Partij van Onafhankelijke Raadsleden zijn de twee eerder deze week bij de notaris langs gegaan. De vereniging is in Hengelo opgericht, maar moet inwoners van heel Nederland tot dienst gaan zijn. We praten met beide oprichters in de studio, Herbert Capelle en aan de telefoon Leo Jansen. Herbert, goedemiddag. En Leo aan de telefoon ook, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Om bij jou te beginnen, Leo. Je had er graag bij willen zijn, maar had iets belangrijkers te doen. Ja, dat klopt. Op vrijdagsmiddag komt mijn kleinzoon altijd. En hij is een verwoede voetballer. En als opa er dan niet is, dat vindt hij niet zo leuk. Ja, dat is belangrijk. Ja, precies. Moet opgepast worden. Herbert, de vereniging Partij van Onafhankelijke Raadsleden. Misschien eerst, is het nou een vereniging of een partij? Iedere partij is een vereniging. Oké, okay, ja, het is helder, dus het is beide. Het is beide, ja. Het is ook wel een goed woord, want het brengt de dingen bij elkaar. Dat is de bedoeling van een vereniging natuurlijk. Wat ook meteen, wat ik interessant vind, is een partij en een vereniging van onafhankelijke mensen. In principe zou je zeggen, is elke partij dat, toch? Want raadsleden zouden onafhankelijke moeten zijn. Ja, iemand zei mij ook van, dit klopt eigenlijk niet. Als je verenigd bent, dan kan je niet meer onafhankelijk zijn. Dat is een soort contradictie. Maar volgens mij kun je wel degelijk samenwerken. Is dat juist de bedoeling? Dus... Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe die samenwerking eruit ziet, Leo. Maar misschien horen we dat dan zo nog wel. Maar Leo Jansen, waarom doen jullie dit überhaupt? Waarom is dit idee gekomen? Nou, het idee is eigenlijk gekomen door het feit dat ik heb mezelf afgescheiden van een lokale partij die ik ook zelf opgericht had. En ik heb gemerkt dat je dan vaak wordt neergezet als een zetelrover. Of je doet er niet toe in je eentje. Je krijgt zelf nog een stempel als lid Jansen. Nou, ik ben geen lid Jansen. En dus ik heb toen ook geïntroduceerd de naam onafhankelijk raadslid Leo Jansen. En dat heeft zich eigenlijk verder ontwikkeld. Omdat in de tussentijd is ook Herbert Capelle uit een lokale partij gestapt, is Marie-José Huis in het Veld uit de SP gegaan. En die liepen ook een beetje tegen hetzelfde feit aan. Mm-hmm. En Herbert Capelle, die had zich daar verder in verdiept. En die zegt, jij hebt eigenlijk die onafhankelijke raadslid eigenlijk in het veld gezet, in het raadsveld gezet. Want nou iedereen die zegt nu onafhankelijke raadslid, kunnen we daar niet wat mee? En die had wat bedacht. En zo is het eigenlijk ontstaan. Okay, Herbert, jij bent uiteindelijk eigenlijk de schuldige aan dit fenomeen. Nou ja, volgens mij ligt de schuld bij een gebrek aan democratie wat er is gestaan. Okay. Maar Leo vertelt, ik ben een onafhankelijk raadslid geworden. En zoals in mijn eigen woorden, dan word je een beetje aan de kant gezet voor je gevoel of zo. Dat doe je er niet meer toe. Is dat ook jouw gevoel geweest dan? Ja, want en dat is ons recht, want wij staan dichter, denk ik, bij de democratie. En we zijn ook trouwen aan waarvoor we gekozen hebben, waarvoor we staan met het partijprogramma dat ooit begonnen is. Mm-hmm. En waarvoor mijn vorige lokale partij eigenlijk is opgericht. Dat is namelijk het versterken van het dualisme. Of het dualisme toepassen. Ja, dus zo als je, ook al zit je in een coalitie, dan nog je eigen college flink vuur aan het schenen kunnen leggen. Ja, dat klopt. Nu is het eigenlijk alleen maar wat partijen doen, is het coalitie afdekken. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling van het dualisme is juist dat de raad het college controleert. Ja. Maar ik vraag me nog steeds een beetje af, en wat je noemt het net zelf al, het lijkt een contradictie. Als je een vereniging start of een groep, als je die onafhankelijke raadsleden weer bij elkaar zet, dan worden ze samen toch weer een partij. En die moet dan een partijprogramma hebben. En je bent dan allemaal soort van ook een beetje ondergeschikt aan wat willen we nou als groep? Of werkt het niet zo, Herbert? Nee, bij ons is het niet de bedoeling dat dat op die manier werkt. Wij denken van als een fractie ontstaan, dus stel dat op een kandidatenlijst wordt meerdere leden gekozen en die vormen dan een fractie. Normaal gesproken is het zo dat die fractie altijd hetzelfde moet stemmen. Mm-hmm. Maar dat vinden wij helemaal niet. Wij vinden juist dat iedereen voor zijn eigen mening moet blijven kunnen uitkomen. Dus is er geen fractiediscipline, is er wel een formele fractie. Maar desgewenst kunnen mensen zich ook verder weer afsplitsen. Je bent helemaal, wat dat betreft, in je eentje in die raad, zeg maar. Ja. 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 Maar waarom is die partij dan nodig? Want je bent nu ook onafhankelijk raadslid, toch? Omdat er meer burgers in de raad moeten komen. En minder mensen die in een partijkeurslijf zitten.
Dus er moeten meer onafhankelijke leden komen. Ja, maar die kunnen dan toch gewoon zeggen, die kunnen nu toch ook gewoon zeggen van, hey, die gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. En ja. Mensen zeggen, nou, ik ben politiek betrokken. Ik ga voor een zetel in de raad als onafhankelijk raadslid. Dat kan toch in principe? Dat kan in principe. Dan sta je dus in je eentje op een lijst. En dan sta je heel eenzaam ergens op een lijst. En dan vindt iedereen je waarschijnlijk heel erg zielig. Het is beter om het bij elkaar te doen. Mm-hmm. Als er meerdere mensen op één lijst staan, dan heb je grotere kans dat je gekozen wordt. Dus die stemmen die worden bij elkaar opgeteld. Okay. Dus jullie komen samen op die kieslijst. Stel, in Hengelo, dan gaan we stemmen. Dan hebben we dat grote vel, hè, met al die partijen. Dan staat er dus één rij met allemaal, met Herbert Capelle, met Leo Jansen, misschien wel Marie-José Huizenveld. Er staan meerdere mensen op die lijst en die kunnen dan gekozen worden. Maar wat we nog meer doen is een hele andere innovatie. Het is eigenlijk een virtuele partij die je overal kunt, in iedere gemeente kunt doen. Wij kunnen dus in iedere gemeente samen met lokale mensen een partijnaam registreren. Het is niet alleen in Hengelo en Twente. Leo, hoe zit dat precies dan? Ja, ik zal het even uitleggen. Ik heb even geluisterd. Kijk, de Vereniging Partij van Onafhankelijke Raadsleden is eigenlijk een overkoepelende vereniging. Iedereen kan zich daarbij aansluiten. Ja? Dus noem maar wat, iemand in Zaandam die wil een partij oprichten en die moet dan naar de notaris en dan is die 5, 6, 700 euro is die kwijt. En dat is allemaal moeilijk. Hij kan zich bij die vereniging Partij Onafhankelijke Raadsleden aansluiten. Dat is de overkoepelende. Ja. En dan hoeft hij dat niet meer op te richten. Hij kan daar zelf een eigen naam, noem maar wat, als het in Zaandam is, dat hij lokaal Zaandam heet. Dus hij hoeft niet meer naar de notaris heen. Hij sluit zich aan bij die vereniging, die overkoepelingen. En hij zoekt een aantal mensen bij elkaar en is geen partijdiscipline of wat dan ook. Iedereen mag zo zijn eigen ding doen. Dat is één. Ik begrijp de tweede belangrijke innovatie, wat Herbert ook terecht zet, is stel nou dat de mensen in de raad afvallen. Dan worden ze een eenling in die raad. Dan kunnen ze zich eigenlijk aansluiten bij een partij die onder die paraplu van de onafhankelijke raadsleden valt, onder die VPOR, en kan toch zijn eigen ideeën, want ik kan me voorstellen, om maar even een naam te noemen, Marie-José Huizenveld, komt vanuit de SP, is zeer sociaal bewogen en werd daar niet meer geaccepteerd, maar kan toch haar eigen verhaal kwijt bij die partij die onder die paraplu valt. Maar waarom zou ze dat dan doen? Want dan is ze al onafhankelijk raadslid. Waarin heeft ze dan die VPOR nodig, zeg maar? Nou ja, ze heeft die VPOR, anders zit ze in haar eentje. En als zij zich daar dan bij aansluit, stel dat er een partij onder die paraplu met twee leden al in de raad zit. Ja? Dan kan ze zich daarbij aansluiten. Dan zit je met drie raadsleden. Ja? Dat betekent dat je meer body daarin hebt. En toch je eigen verhaal. Duale verhaal. Ja, ik snap het wel. Maar wat is dan die body? Want je gaat uiteindelijk niet samen overleggen om samen tot één besluit te komen. Of wat dan ook. Maar dat kan wel. Als je stel dat je over een bepaald onderwerp met elkaar daarover eens bent. Dan kom je als één. Maar stel ook dat het niet het geval is dan. Dat is de echte dualisme. Dan kan die persoon in kwestie toch zijn eigen mening daar. Nee, maar heb je nog andere privileges dan bijvoorbeeld? Of wat dan ook, als je dus wel in een grotere partij zit, is dat het? Ja, zeer zeker. Want als je je aansluit bij een bestaande partij dan, in dit geval, dus een partij waar je wel je ei kwijt dan, en niet dat je bij een landelijke partij als noem maar wat VVD of CDA, dan zit je weer in de keurslijf, hè? Dan moet je altijd meestemmen. Mm-hmm. Zeker als je in de coalitie zit. Nee, die partij die onder die paraplu valt, die heeft de vrije hand. Dus dan zit je niet in dat keurslijf en heb je toch de privileges dat je in plaats van twee raadsleden, drie raadsleden hebt. En dat vertaalt Herbert wil volgens mij heel graag nog even aanvullen, zie ik. Ja, aanvullen. Nee, weet je wat dan de situatie is? Dat je dan toch nog een formele fractie hebt. Een formele fractie heeft nog steeds recht om in commissies te zitten, bijvoorbeeld.
En dat heb je niet als je een onafhankelijke raadslid bent. Dan lig je overal buiten. Ja, precies. Ja. Dat is een van de voordelen om bij zo'n vereniging dan te zitten. Ja. Begrijp ook, Herbert, dat jullie willen eigenlijk op deze manier... want je zegt van die eenlingen die zijn meer voor de echte lokale besluitvorming... zijn niet gebonden aan een partij. Dat je daardoor ook meer kleurrijke personen in zo'n raad krijgt. Nou ja, als we jou... We hoeven zeg maar de naam Capelle of Leo Jansen in te vullen op Google... en we zien dat, wat kleurrijk betekent in dat geval... dat er nog wel eens eventjes tegen een heilig huisje wordt geschopt. Ja, dat klopt. En dat is ook heel erg jammer dat kleurrijke personen... er meestal niet voor kiezen in een politieke carrière te beginnen. En dat zijn vaak een heel ander slagsoort mensen. Mm-hmm. En ik hoop dat in deze stad, in Enschede, ook mensen zijn die meeluisteren en denken van... hey, maar misschien moet ik als gewone burger ook in de raad. En moet ik actie ondernemen. En wij kunnen daarbij helpen. Ja, maar krijgen we dan, want ik zit ook te denken, krijgen we dan ook niet... Want het is nu al dat mensen zeggen, die versplintering, weet je wel, ingewikkeld. Je wilt toch juist ook wat grotere partijen, zodat je wat meer bestuurbare gemeenten hebt. Ja, maar dat is nou precies waarom iedereen in Nederland zo boos is. Omdat, dat zie je nu ook in de Tweede Kamer, omdat de democratie eigenlijk niet meer goed werkt. Alles wordt voorgekookt en uitgevoerd en afgedekt via coalities en onafhankelijke stemmen. Hey, we hebben natuurlijk een beroemde Enschede'er die daar... heel erg goed mee is. En er zouden meer van dat soort mensen moeten komen. Dus onafhankelijke stemmen hoeven niet per se versplinterd te zijn? Nee, het versterkt de democratie juist. Ja, ja. Ja. Leo, hebben jullie in Hengelo al wat anderen naast jullie zelf... van die zeggen van ik heb hier wel oren naar eigenlijk. Ik ga in de gemeenteraadsverkiezingen met jullie meedoen. Ja goed, we hebben natuurlijk ons lijntje al uitgezet. We zijn 30 november opgericht. En we hebben het persbericht, uitgebreid persbericht eruit gedaan. Er zijn al wat mensen die al geïnformeerd hebben van... God, hoe zit dat? Misschien is dat ook wel iets voor mij. Kijk, wat er moet gebeuren is in ieder geval voor 20 december... moet je je lijst, niet de kandidatenlijst, maar... als je wilt meedoen aan de verkiezingen, moet dat in ieder geval uiterlijk 20 december moet je dat bekendmaken. De partijnaam moet geregistreerd worden bij de gemeente. En dat kan dus onder die paraplu van VP. Ja, VPOR. Ja, je kan dus gewoon je eigen partijnaam registreren. Hè? Dat is dus ook een belangrijk punt. Je kan dus gewoon... Enschede lokaal registreren als je dat als die naam tenminste nog niet geregistreerd is. Oké, dat is je eigen je heet nog een eigen partijnaam, maar je valt onder de VPOR. Ja, dat is dus die overkoepelende. Ja. En even over de kleurrijke figuren. Ik loop al een tijdje mee, al veel langer dan Herbert Capelle. Volgend jaar al 14 jaar. En ik heb gemerkt dat buiten dat alles wordt ingekaderd. Ik zeg wel eens schetsend, als het college is samengesteld... kunnen ze de raad wel naar huis insturen. Maar alles gaat er toch zo door. Maar dat doe ik dan even chasserend dat. Ja. Maar juist die kleurrijke figuren, ik merk... dan gaf ik even een voorbeeld. Nou, Herbert is een voorbeeld, maar zeker ook Marie-José Huizenveld. Je ziet ze dan opbloeien omdat ze in een keer met allerlei nieuwe ideeën komen... en eigenlijk worden dan een beetje worden weggezet. Die kleurrijke figuren, die maken dat stukje democratie juist. Daar herkennen mensen zich in. Ja, dus hadden we dit opgericht. Als je vindt dat je zo'n kleurrijke figuur bent... en je wil iets in je stad betekenen... Herbert, dan tot slot heel concreet gezegd... waar moeten mensen naartoe om meer informatie te vinden... zich aan te melden, dat soort dingen? Ja, heel goed dat je me die gelegenheid nog geeft... om mijn websiteadres te noemen. Raadsleden.org. Ga vooral daar even naartoe om te kijken. Daar staat meer informatie. Raadsleden.org. Herbert Capelle, dank voor de komst hier naartoe. En Leo, ik hoop dat je kleinzoon niks kapot heeft gemaakt in de tussentijd. Nee, die zit nou bij oma. Okay. Op de iPad. Dat is ook goed. Hey, dank en succes met het initiatief, heren. Ja, dank je wel. Dank je wel. Hey.